Goedendag en welkom bij deze update van Bitcoin, Ethereum, Link en Polkadot. De laatste twee zijn ontzettend hard gestegen de afgelopen dagen en verdienen daarom zeker een update. En misschien is het wel een interessante coin om iets goedkoper terug te kopen. Dus laten we daar straks even naar kijken. Maar zoals altijd beginnen we in principe met Bitcoin. Want we zijn eigenlijk al een aantal dagen nu aan het rangen. Er vormt zich nu een range, ook een driehoek. Die ziet iedereen al zonder dat ik lijnen trek. Dat is misschien ook wel het probleem, omdat iedereen die driehoek ziet. Dus dat betekent ook dat marktmakers wellicht andere plannen hebben. Of zij zorgen ervoor dat die driehoek wel uitkomt. Dat is altijd maar de vraag. Goed, laten we eerst even eens op het grotere plaatje gaan kijken. Wat hebben we op de monthly zitten? Op de monthly zitten we, hebben we eigenlijk alleen de monthly open liggen. Wat eigenlijk niet echt relevant is nu. En laten we eens kijken wat we op de weekly hebben liggen. Op de weekly hebben we een resistance. Die in ieder geval gevormd is. Dat is 38. En dus die kan ik sowieso vast intekenen. Dat is de 3879 dollar. En ik gebruik toevallig hier de chart van Bitfinex. Dus het kan op jouw eigen chart een klein beetje wijzigen. Misschien een aantal tientallen dollars hoger of lager. Dat kan zeker. Dus deze weekly hebben we in principe. Even kijken. En dan pak ik hem gelijk even hier. Netjes op. Dus dit is je weekly. En hier hebben we nu een weekly open liggen. Dat is hieronder in principe. En die liggen op zo'n 35,8. De week is nog jong, dus er kan er van alles gebeuren. Dus weinig zin om die nu eigenlijk op te zoeken. Wat hebben we nog meer? We hebben een weekly open die eigenlijk hier ligt. Daar kunnen we misschien iets mee. Maar dat gaan we later even bekijken. Dit is dus een weekly. Eens even zien. En ik zal deze even noteren als weekly open. Weekly, even kijken. Weekly open. Zodat ik het zelf niet vergeet. Dus hier beweeg je in principe tussen. Dat is een flinke range. Op de weekly. Laten we eens kijken wat dichter bij huis, wat we daar dan nog hebben. We hebben op de daily zien we ook wel verschillende interessante dingen. Op de weekly open ben je al een aantal keren gebounced. Dus dat is interessant. En dit is jouw weekly close. Nou, dan heb je eigenlijk nu al 2 dagen achter elkaar, of ik moet eigenlijk zeggen 3 dagen achter elkaar, heb je daar nu onder gesloten. En misschien dat dit wel de 4e dag wordt. We hebben hier eigenlijk een daily die dat wellicht nog interessant kan zijn. Daily close van van in ieder geval 8 januari. Dat is deze. Dat is een daily close. Dus die hebben we in principe. En aan de onderkant zouden we dan deze nog hebben. En dan praten we over zo'n 32.000 dollar. En dat zou ook nog een interessante kunnen zijn. Dat is de daily close van in principe van 4 januari. Die hebben we al een keer getest en doorheen gegaan. Dus die vind ik wat minder relevant. En dat zie je hier ook. Hier hebben we getest en weer teruggegaan. Dus ik haal deze ook weg. Welke staan dan eigenlijk nog open? Nou, deze hebben we in principe nog. Dus 3930. En deze is ook al getest. Dat zie je hier ook duidelijk. Doorheen en weer verder omhoog. Dus ja, dit is in principe de enige die, waarvan ik denk van deze is nog, kan nog interessant worden. En voor de rest zie ik daar weinig heilen. Dit is ook echt een goeie. En daarna schiet hij gelijk hem naar onderweg. En deze, hij is getest. Maar ik vind hem wat minder relevant. Dus ik laat die eruit. Nou, deze hebben we al getest. En dat zie je ook hier. We schieten daarna gelijk weer omhoog. Dus je ziet dat ontzettend goed werkt. Goed, dan gaan we eens kijken naar de 4 uur. En we gaan even wat dichterbij zoeken. Nou, we hebben natuurlijk deze
Dan ga ik deze uitzetten. Deze driehoek, hè, die ziet iedereen. Dat is misschien ook wel het probleem, dat iedereen die ziet. En die kan of zo lopen. Of je zou kunnen zeggen, oké, maar dit kan er ook één zijn, dat klopt. Hè, dat betekent dat je deze eigenlijk moet breken. Nou, als we kijken naar de globale Fibonacci. Hè, dus we beginnen eigenlijk hier, dit is je low en daarna begint eigenlijk de impuls omhoog. Dus stel vanaf deze naar het hoogtepunt. Dan hebben we eigenlijk twee belangrijke levels waarvan ik deze, maar ja, die doet ook nog mee, maar vind ik wat minder. Dit vind ik een sterkere. Dus dit gedeelte. En uiteraard deze, de 382. En voor een sterke uptrend, als we hier bouncen, dan is dat dus eigenlijk een heel goed teken. Nou, die hebben we natuurlijk al hier gehad. Hè. We zijn omhoog gegaan, daarna teruggebounced. Het kan zo zijn dat we die nog een keer opzoeken. Hè, dat betekent dat we dus rond 32,7 eigenlijk liggen. Nou, kijken we dan van deze low naar deze high. Dan zien we eigenlijk ook ontzettend mooi dat we hier op die 618 zijn gebounced. Die 3480 tot en met 33,7. En je ziet dat die getallen wat verder uit elkaar beginnen te liggen naarmate we hoger komen natuurlijk. Ja, maar dit is een vrij sterk level. Waarom? Omdat die 618 en die punt 660 zo ver uit elkaar liggen. Dus hier zit meer trading in dit gedeelte. Eens even zien. Dan hebben we eventueel natuurlijk nog de 7. Even kijken, deze is zwart. Maak ik deze even oranje. Die ligt daar net onder. Dus dan praten we net onder dit gedeelte. Dus ja, dat is voor mij. Dit is voor mij een level om te kijken. 32,7 zou kunnen. Dus dit is 4 uur. Is dit een level voor mij? Oké, hier moeten we eigenlijk boven gaan sluiten. Waarin het anders toch wel de grote kans is dat als wij gaan zakken, en dat zou zomaar kunnen, dat we hier ergens moeten gaan bouncen en dan verder omhoog moeten komen. Maar als we dat niet doen, dan zal er waarschijnlijk zoiets gebeuren. En dan gaan we wellicht deze opzoeken, rond die 26k. 27, 26k. En dat je dan een bounce gaat krijgen. En dat is maar afhankelijk of dat we nog verder omhoog gaan. Maar het probleem daarin is dat je dan de marktstructuur eigenlijk een beetje aan het wijzigen bent, waarin je nu nog best wel uptrending en bullish bent, ja, haal je hier eigenlijk de low eruit. Dus dat is dan een beetje mijn gedachtegang. Ik denk van ja, als we deze low eruit gaan, dat kan heel goed. Alleen wordt het wel, als we hier niet boven sluiten, dan wordt het wel snel bearish. Anderzijds, ja, hier liggen eigenlijk de liquiditeit onder die lows rond die 30k. Dat zou kunnen, maar we hebben hier ook nog wat liquiditeit liggen. En dan praten we rond de 32,3 en een beetje. Ah, dus dit zou kunnen voor Bitcoin. Nou, kijkend dan op die 4 uur zien we natuurlijk ook een hele duidelijke range ontstaan. Ik ga deze even laten staan. Dus als we hier sluiten we hem. En dit is de laatste high, zeg maar. Nou, als we daar die rangeblok op trekken. Oh, dat is verkeerd. Deze moest ik hebben. En dan zie je ook duidelijk dat. Dan ga ik alles even weghalen, dan wordt het nog duidelijker. Hier sluit je hem en dit is in principe je laatste high. Dan zie je dat je hier dus een range aan het vormen bent. En je treedt in principe de range totdat die gebroken is. Dus of je treedt dit gedeelte of dit gedeelte. Alleen je zit nu precies in het midden. Dus eigenlijk long je deze onderkant en short je deze bovenkant. En eigenlijk hier tussenin doe je eigenlijk niet zoveel. Dat is in principe de regel. Dus dat, ja, vandaar dat ik hoop dat we hier naartoe gaan. Echter is het mogelijk dat we dit ook nog op gaan zoeken rond die 33,4. Want je ziet, dan hebben we deze lows hebben gepakt. Want hier liggen alle stops van de longs. Nou, die run je dan en dan run je daarmee verder omhoog. Want je hebt de liquiditeit gepakt. Nou, dat werkt hier natuurlijk ook zo. We kunnen hier ook een fake-out krijgen dat je dus dit doet. En dan naar beneden. Maar vooralsnog hebben we alleen maar lower highs gemaakt. Ja, we zien het driehoek patroon. Of de bullish symmetrical triangle in dit geval. Ja, dat kan.
Afwachten of dat die uitspeelt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ethereum. Die kan ik nu wel even bijpakken. Want ook Ethereum, ja, die heeft wel het een en ander gezien. Ik pak toevallig nu even de chart van Bitstamp. Maakt daar niet zo heel veel uit. Ze lijken erg op elkaar. Er zit een dollartje links of rechts verschil in. Maar dat kan je op je eigen chart altijd checken. Goed. Ja, Ethereum ook goed gebounced vanaf dit level. Nou, ik denk dat je vanaf hier, van deze onderkant naar deze bovenkant, dus die laatste top, is dit in principe je range. Ja, wat zien we is dat Ethereum een ontzettend goede bounce heeft gemaakt. Je ziet ook dat de bounces en de dalingen ontzettend snel gaan en ook gewoon echt gewoon 400 dollar stijging en een paar dagen later staan we alweer bijna weer terug op entry. Dus je ziet hoe snel dat kan gaan. Nou, dan hoop ik eigenlijk hebben we de dollar natuurlijk een soort van dead cat bounce gezien lijkt het wel. Ik hoop dat dat doorzet naar boven dat Bitcoin een stukje gaat dalen. Dat is in principe de correlatie ermee. Als de dollar daalt, dan stijgt Bitcoin en andersom. De laatste keer hebben we gezien dat de dollar steeg, maar dat Bitcoin ook meesteeg. Dus ja, dat was interessant. Ja, dus voor Ethereum, als we kijken naar targets, kan dat wel eens interessant zijn voor zowel ja, bullish als bearish. Hè. We gaan hier eigenlijk de impuls omhoog. En dan zet ik hem even op de Fibonacci. Waarin eigenlijk dit de low hier is. En hier begint de impuls pas echt. Dus hier hebben we de impuls omhoog. Nou, wat zie je dan? We runnen eigenlijk helemaal omhoog. En je ziet dat we eigenlijk helemaal terugdalen naar die 618. We sluiten er eigenlijk boven. We sluiten er ook nog eens op. Dus dat is interessant. Als we dan kijken voor een target, zou je kunnen kiezen voor een 1618. Nou, die kunnen we wel eens even kijken. En vanaf de high hier naar de low kunnen we even pakken. En dan gaan we ervan uit dat die 1,68 nog niet zichtbaar is. Dat dacht ik al. En als deze groene dan in ieder geval je target zou zijn. Ja, dan kijk je dus naar 1600 dollar en 24. Of 1624 dollar en 70 cent. Om en nabij. Ah, dus dat zou je eventueel als take profit kunnen nemen. Ja. Persoonlijk zou ik wachten op een retest, op een uitbraak hiervan. Want is het nu interessant om te longen? Ja, kan, zeker voor de lange termijn, als jij gewoon spot wil kopen. Maar ja, het zou een zonde zijn als we morgenochtend in één keer hier staan. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar ja, alles kan in crypto. Dat hebben we de laatste tijd natuurlijk gezien. En dan pak je vanaf hier nog 20, bijna 20% mee. En hier loop je nu natuurlijk een risico. Maar het is in principe nu heel simpel. Je zou hier ergens kunnen shorten met stop hierboven. Dat is in principe je short stop hierboven. Ja, longen zit je al erg ver van de onderkant vandaan. Dus ja, het longt nu harder om te shorten dan om te longen. Omdat je stop hier wat dichterbij staat. En als target is dan ergens dit. Maar goed, dat moet de tijd zich uitwijzen wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het goed mogelijk is dat we nog een daling gaan zien. En misschien een korte accumulatieperiode voordat we echt gek gaan doen. 50, 60, 70k misschien wel voor Bitcoin. Maar dat is afhankelijk van BTC. En van de dollar uiteraard. Goed. En niet te vergeten, de Tether printer moet aanstaan. Anders gebeurt er niet zoveel. Dat is wat we vandaag ook zagen. Margin money omhoog. Er gebeurt niets. En we droppen direct. Goed, nou 1,68 op de Bitcoin is dus rond die 49k, 49,5. Ja, dat heb ik nog even gecheckt. Ja, dus dat is interessant om te zien. Dat zou vanaf dit stuk praten we dan over nog een 45% gain. Ja, dus dat is flink als we op deze Gartley uitkomen. Die is niet heel net en zeker niet qua harmonic. Maar dit zou wel een valide target kunnen zijn, zo'n 34.000 als we vanaf daar gaan runnen omhoog. Ja, dat is maar zeer. Sorry,
Die is al gerund. Ja, dan moeten we nu dus omhoog. Hier kan je het mooi zien. 6 en 8 omhoog naar beneden. 7, 8, 6 geraakt. Guardian play en verder omhoog. Ah, dus dat zou mogelijk kunnen zijn. Goed. Dan hebben we nog natuurlijk interessante coins zoals Link en Polkadot. Nou, Link is al natuurlijk flink gestegen. Nou, je ziet met Fibonacci retracement kan je ontzettend veel. Want als we hier naar de bijvoorbeeld stoppen en we gaan hier naar de top, dan zie je dat we gewoon bouncen op die 382. En dit had een ontzettend mooie entry kunnen zijn. Nou, dus nou, wat voor target zouden we dan over praten? En nou, wat doe ik dan? Dan trek ik hem eigenlijk van de vorige high naar de low. En dus ik pak deze. En ik doe dus dit. Nou, je ziet dat dit een prima target had geweest. Die 22,9 voor Link. Ik zie dat het ontzettend goed werkt met die 1, 6 en 8. Dus ik heb hier gewoon eigenlijk de high gepakt. En hier de low. En nou ja, dan, dit was een top target geweest. Dit had of een top short kunnen wezen. Nou, we zijn behoorlijk wat gedaald. Of in ieder geval in procenten zal dat wel een aantal zijn. Zo'n 15% dacht ik al. Maar we zijn natuurlijk flink gestegen voor wat betreft Link. Nou, wat zouden we dan nog kunnen doen? Want Link had al een all-time high ergens rond de $20. Nou, stel dat je die erbij pakt. Dan kan dat wel eens interessant zijn voor een target. En wat zou je kunnen doen? Deze runnen van de high naar de low, de vorige, of de previous all-time high naar deze low. En dan praat je zo over $29 om en erbij voor Link. Ja, zoiets. Ja, dus dat is dus interessant om... Oh, goed, dan moet ik wel even goed zetten. En dan praat je over $29 ongeveer voor Link. Nou, stel dat we dan eens kijken naar de low tot de high. Ja, en dan zie je dat die perfect op die 382 bounced. En dus die Fibonacci's zijn zo ontzettend goed. Zeker ook op alts werkt het wellicht nog beter. En dit had een top entry geweest. En je schiet eigenlijk vanaf deze low. Schiet je eigenlijk gelijk weer aan de onderkant. Schiet je gelijk eigenlijk weer 30% omhoog. Dus ja, dat zijn bizarre gains omtrent altcoins. Ja, dus dit zou voor mij een target voor Link zijn om een groot gedeelte winst te nemen. Misschien is dit wel het einde van deze run voor Link. Zou zomaar kunnen zijn. Laten we dan eens even kijken naar Polkadot. Want ook Polkadot heeft het ontzettend, ontzettend goed gedaan. Eens even kijken. Nou, ook hier zie je dat die trapsgewijs omhoog gaat. Dus ja, als we alleen al... Dan heb ik eigenlijk nog helemaal er niks bij gepakt. Maar als ik hier de low pak en ik pak hier de high. Dan moet ik het wel even goed doen. Zo, dit is de impuls. Nou, vanaf de impuls zie je dat hij die 6 in 8 precies raakt. Dan ga je omhoog. En ja, dan hebben we hier de low. Ja. En dan is het deze high, zeg maar. Even zien. Zo, en dan is dit dus je low. Nou, je ziet bij een goede run, hè, zoals ik net gezegd, ja, wil die 382 dus houden. Dus je ziet dat we hier een perfecte bounce hebben gehad. Nou, nu is het kijken voor Polkadot wat hij dus op die high doet. Zal me niet verbazen dat hij nog die 382 moet gaan runnen of dat hij hem net al heeft gehad. Nou, je ziet hij heeft hem net al aangeraakt. Nou, wat zie je nu? Dit is op zich niet wat je eigenlijk wil, is dat we hierboven sluiten. Als dat niet het geval is, dan heb je een 75-80% kans dat je naar je golden pocket gaat. En op zich niet zo erg, want dan retest je eigenlijk deze oude high. En dat is wel interessant. Twee interessante coins met ontzettend veel potentie, waarin ik Polkadot, ik hoorde $100 targets. Nou, dat wil ik eerst wel zien. Maar ik denk, als we kijken naar de run... en dat is natuurlijk lastig te peilen. Hè? Zeker voor Polkadot hadden we natuurlijk hier een begin. En dus laten we deze oude, kunnen we eens even gaan meten wat dat doet. En misschien werkt het wel niet, maar we kunnen het altijd proberen. Dus uit de entry daarna is die gedaald naar de low. Dan zou dat dus eventueel nog een $22 kunnen zijn.
En ja, voor de rest heb je eigenlijk alleen maar dit stuk. Ja, dus vanaf deze high naar deze low. Dat werkt ook niet. Ja, dus wat je zou kunnen doen is als je ziet dat die bounced. Stel dat dit is de top. Dan zou je dus dit kunnen doen. Dan zit je op 23,2. Dat zou een target zijn voor jouw link. En je ziet ook. En dus dit is jouw high en hier heb je je low. En dan zie je ook dat dit soort targets vooralsnog worden gehaald. Dus dit zou je target nu zijn om in ieder geval winst te nemen op Polkadot. En vanaf hier is dat, stel dat je hier sluit, dan is dat nog zo'n 27%. Dus ik zou zeggen, dat zijn sowieso prima gains. Zeker met wat betreft spot. Dus ja, ik denk dat dat voor wat betreft Polkadot en Link nog wel mooie targets kunnen zijn. Ja, als Bitcoin gaat dalen en hard gaat dalen, dan is het wijselijk om er even uit te blijven en wachten. Globaal even kijken van hey, hoe zit dat nu met bijvoorbeeld Polkadot zelf. En want dan kan het zomaar zijn dat je oude highs gaat testen ergens hier. Of dit stukje gaat meepakken, want dit is ook nog een daily order blok. Die heb je hier ook nog liggen, dus het kan zomaar zijn dat je dit nog gaat doen en dan verder omhoog. Dat kan ook. Dat je tussen de 14 en $13 nog een entry kan krijgen en dat je dan verder gaat runnen. Dat kan helemaal. Goed, wat langere video. Ik vond het even interessant om even twee altcoins erbij te pakken die het ontzettend goed hebben gedaan. En nogmaals, vind je deze video's nou super tof? Druk dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En join zeker onze Telegram groep, waarin we dus ook dit soort TA delen. Met betrekking tot harmonic patterns, Fibonacci, order blocks, range blocks en een hele hoop andere dingen. Dus vind je dat interessant, geheel gratis, kan je dat joinen. Ik zet de link in de bio of in de beschrijving van deze video. Nogmaals, ik dank je wel voor het kijken en ik zie je graag terug met een volgende video.